Als de linkse elite denkt dat wij die corona-alert-app hier zomaar gaan binnenlaten, nee, dan hebben ze het goed fout. Er is er al veel te weinig opslagruimte. We kunnen toch onmogelijk eender welke app opvangen. Vol is vol. Het zal wel zien wat je kent dat, hé. Dat begint om met één corona-alert-app en voordat je het weet zit heel onze smartphone vol met van die apps die geen enkele meerwaarde vormen voor ons besturingssysteem. We hebben trouwens al meer dan genoeg apps die niet werken, nee. Zeg, ik kan daar toch niks aan doen? Nee, manneke, dat is je schuld niet. Hij zit ontwikkeld door de Belgische staat. Het is niet raar dat hij niet functioneert. En daarbij, wij zijn geen idioten, hè. Denken ze echt dat wij hier gewoon apps gaan binnenlaten die onze gegevens doorsturen naar een of andere loesje regering of bedrijf? Ik dacht het niet. Het is toch waar, zeg, TikTok? Ah, nee. Dat zou nooit doen. Wij moeten hier niks weten van al die vreemdelingen. Dat komt naar hier. Dat pakt ons ramgeheugen af. Dat spreekt geen Vlaams. Oh, maar daar kan ik gerust bij helpen, hoor. Dat is niet godverdomme moeite niet. Het zijn allemaal criminelen, zeg. Hey, ho, jongens. Doe eens rustig. Je kunt toch niet alle nieuwkomers over dezelfde kam scheren? Ja, hier is ze, ja. Als moreel kompas. Bolle taf, jongen. De enige reden dat hij hier mag blijven, is dat we niet kunnen verwijderen. In ieder geval, om ons standpunt duidelijk te maken, heb ik een landsverandering uitgevoerd bij enkele populaire spelletjes. Zo kunnen de kids zich amuseren met Cordon de Crush, Angry Vlamings en Pokémon Go terug naar de Wagenlijn. Dus laat het duidelijk zijn wat wij denken. Eigen apps eerst! Eigen apps eerst! Godverdomme! Oh, was dat hier? Een nieuwkomer? Netflix, maar echt bolle taf, vulle buitenlander. Ja, hier is geen plaats voor jou. We hebben al een Vlaamse Netflix. Ach jongens, stream dat u bakken. Zo vikens moet ik het nog zeggen. Niemand is geïnteresseerd in een zever. Achterlijke foemp.